Oh mijn god jongens, Fortnite heeft echt een hele grote fout gemaakt na de update. Ze hebben namelijk volgens een item toegevoegd die helemaal niet in de game moest komen. En dit item heeft er 27 minuten in gezeten. Vraag je nou af wat dat is? Laat dan even een blauw duimpje omhoog achter. En abonneer van mijn kanaal met de belletje om niks van dit soort video's te missen natuurlijk. Want ik geef nieuwe abonnees altijd een shoutout. En de shoutout van vandaag gaan naar deze abonnees. Dank wel voor het abonneren. Als je ze nu abonneert, maak dus kans om met je naam in beeld te komen. Dan gaan we nu gewoon gelijk de game in en het hebben over het item, dames en heren. Dus ik zou zeggen, let's go. Oh mijn god jongens en meisjes, Fortnite heeft zo'n grote fout gemaakt. Je hebt het aan de thumbnail en aan de titel misschien wel kunnen zien. Maar Fortnite heeft dus per ongeluk een item wat niet in de game had moeten komen 27 minuten lang in de game laten zitten. En sommige mensen hebben het gehad. Volgens mij maar 2 mensen wereldwijd hebben het item gehad. Maar vandaag in deze video gaan we het over hebben. Dus laat even een like achter als je dat nog niet hebt gedaan. Als je nog niet bent geabonneerd, moet je ook even abonneren natuurlijk. En als je mijn mooie supporter creator code OMAGADES60 nog niet gebruikt, gebruik die dan natuurlijk eventjes. Want je maakt natuurlijk dan in verschillende video's kans op een mooie giveaway natuurlijk. Dus ik zou zeggen, gebruik die mooie code nou in de itemshop. En dan gaan we hem gewoon proberen gewoon een lekker potje neer te zetten. Dus deze doos even aan de kant willen. Kijk eens aan. We hebben echt al ziek goede loot, want ik ben natuurlijk gedropt bij mijn sapling. Dus kijk eens aan. We hebben een Rift to Go. Die kan ik meenemen, maar ik denk dat ik liever die minis wil droppen. Want een Big Bot kan natuurlijk wat beter meenemen. Maar het is niet natuurlijk de beste wapen. Ik had liever een gouden pump gehad. Maar dat maakt niet uit. We kunnen in ieder geval iets gaan doen. Maar zoals ik al zei, in deze video gaan we het hebben over een item dat Fortnite per ongeluk dus 27 minuten lang in de game heeft laten zitten. Het is namelijk een item geweest die eigenlijk al bekend voorgekomen is in Fortnite. Want een paar seizoenen geleden hadden we natuurlijk Spider-Man. Of Spider-Man hebben we vooraf 2 seizoenen geleden gehad. Maar we hebben natuurlijk een tijdje gehad dat Wolverine in de game zat. Volgens mij, ik heb dat seizoen niet echt veel gespeeld. Maar sommigen van jullie misschien wel. Hadden we toen een item die heette de Wolverine Claws of zo. Daar kon je mee klalen. Daar kon je mensen mee slaan. En een item wat daar heel erg op lijkt. Oh mijn god, dit is wel even heel erg chill. Want er liggen daar Chuck Splash, die neem ik mee. Dan neem ik ook een paar stack mee. Maar een item die dus heel erg lijkt op die Wolverine Claws. Heeft dus in de game gezeten en ze heette dus Predator Claws, als ik het goed zeg. Ik weet niet of ik het allemaal goed zeg. Ik heb ze zelf jammer genoeg niet gehad. Maar het is natuurlijk update dag en Fortnite heeft dus waarschijnlijk gewoon een foutje gemaakt. Door bij wijze van spreken iets in de game toe te voegen wat helemaal nog niet toegevoegd had moeten worden. Dan wordt hier voor mij wel gefight. Ik heb alleen geen beurs, dus ik kan niet heel goed aimen, maar... Oh. Daar zit wel iemand, die heb ik 33 hit. Maar ik denk dat het gewoon expres een fout, of expres per ongeluk een foutje van Fortnite geweest is om dat dus in de game toe te voegen. Het is natuurlijk wel eens vaker gebeurd dat Fortnite per ongeluk de items toegevoegd heeft. Want het is een keer ook in seizoen 1 volgens mij gebeurd bij Lachlan. Oftewel, ja, een Australische YouTuber. Ik weet niet of jullie hem kennen, ik denk het wel. Maar hij had toen ook een keer een item tijdens update dag wat toen de ijzeren storm was. Wat dus jou liet zien wat dus bij wijze van spreken de volgende storm werd. En dat was toen nog helemaal niet aangekondigd. Hij kreeg het toevallig per ongeluk uit een chest. En er zit hier iemand. Hey, ik ben even mijn verhaal aan het doen, bro. Oh, hij is bijna AFK. Wat is deze aan het doen? Oh mijn god. Die Hammer AR is best wel chill om als SMG te gebruiken. Ik ga die Hammer AR gewoon eventjes als SMG gebruiken, man. Dat was best chill. Maar Lockdown heeft het dus ook een keer eerder gehad. En ja, verder is het niet echt gameplay volgens mij van dat wapen. Het is ook meer een item. Het is ook niet echt een wapen. Het is voor mij een goud wapen wat het was. Ik weet niet of ik een screenshot in beeld heb kunnen editen. Want ja, ik zag het ook maar gewoon op Twitter voorbij komen. En ik dacht van, yo, ik ga hier snel een video over maken. Want het is echt wel bizar dat dit natuurlijk ja, gebeurt. Het kan natuurlijk gewoon gebeuren. Het is ook al vaker gebeurd. En een Spider-Man hier iemand. Of Glaft hier iemand moet ik nu zeggen. Maar volgens mij is het item nu echt officieel uit de game. Ik denk niet dat ik hem nu nog kan vinden. Wacht, ik ga hem deze opgooien. Zo. Hey, Archie weer mee? Nee. Dit gaat fout. Ja, kijk, let's go. En rijden met de Lambo. Maar volgens mij is het item nu echt officieel uit de game. Ik ga hem denk ik niet meer kunnen vinden. Als ik hem nu wel vind in deze video, bro, dan heb ik echt, niet normaal veel geluk. En dan heb ik denk ik echt een viral video. Daar niet van. Maar ja, ik weet niet of dat item dus ook daadwerkelijk ooit nog terug gaat komen in de game. Het zit dus in de files. Dus dat betekent misschien wel dat het dus daadwerkelijk in de toekomst gaat komen in Fortnite. Tuurlijk, daar moeten we eventjes van afwachten. Daar moeten we even misschien naar kijken. Maar daar kunnen we natuurlijk nu nog niks van zeggen. Maar eigenlijk wil ik even wat meer mensen killen. Ik zie gewoon letterlijk helemaal niemand. Dus laten we gewoon maar wat meer doorrijden naar de safe zone. Kijken of we dadelijk misschien iemand op de voorkant van mijn auto kunnen hitten. En die persoon dood kunnen rijden. Maar ik ben dus benieuwd. Wat vinden jullie? Tuurlijk worden nu heel veel dingen worden natuurlijk al geleakt. Hey, voetstapjes. Er zijn hier weer voetstapjes. Van waar? Van waar? Van waar? Is hij binnen of buiten? Ah, oh, hij zit hier. Ja, maar niet hit. Ik heb hem wel goed gehit. Dankjewel maat, tweede kill is ook binnen. Ik wilde namelijk net een verhaaltje gaan vertellen. Tuurlijk, als er nu een update komt, hebben we altijd heel veel van die leakers op Twitter die eigenlijk altijd al dingen zeggen en weten hoe het natuurlijk in de game gaat komen. Ik zelf
vind dat altijd een beetje jammer. Tuurlijk, voor video en content-wise vind ik het wel chill, omdat ik dan altijd weet wat er in de game komt. Maar, vinden jullie dat Fortnite vaker items moet toevoegen zonder er iets over te zeggen? Tuurlijk, de leakers weten het natuurlijk allemaal al. Maar ik denk het is misschien wel een keer een leuk verrassingseffect. Net zoals vandaag, wat er dus gebeurd is. Om dus bij wijze van spreken gewoon vaker items zomaar los te laten zonder dat mensen het weten. Dat lijkt mij echt gewoon heel erg nice. Ik bedoel van ja, dat kan je gewoon natuurlijk doen. Nu werd hij gefight en er rijdt daar een auto. Even kijken. Oeh, bro. Mijn auto rijdt niet. Mijn auto rijdt niet. Wat is dit? Oh mijn god, er zitten nog mensen. Rij auto, rij. Bro, waarom reed mijn auto niet? Wat was dit? Mijn auto is one-shot. Mijn auto is letterlijk one-shot. Bro, wat is dit? Eruit. Oh mijn god, wacht. Moet ik die chuck trash gooien? Oh mijn god, dit is spannend op deze maat. Ik ga gewoon riften. Dan kan ik weer proberen boven die berg te komen. Ik moet daar die loot vinden, ouwe. Van waar werd ik beschoten, maat? Ik ben gewoon rustig mijn houtje aan het vertellen. Een paar keer gehit nu. Oké, die loot is naar beneden gevallen. Hey, daar is er iemand. Oh mijn god, dit wapen is nog best chill. Yo, ik gebruik eigenlijk altijd een beurs, maar dit wapen is oprecht echt chill om te gebruiken, maat. Ik ga geen beurs pakken. Ik ga dit hele potje nu de Ranger AR gebruiken. Geef me deze. 3 big pot heeft hij. Lekker. Deze SMG neem ik nu gewoon mee. Dit is een paarse SMG, die is misschien toch nog wel wat chiller. Dan die hammer. Oh, daar. Bro, damage. Dit is niet normaal. Oké, je moet hem snel pushen. Hij gaat sowieso healen. Hij zit hier binnen, denk ik. Hier dan? Huh? Hieronder. Bro, waar is hij? Oh mijn god, hij is verschuit gehield. Ik moet ook even nu mijn bigpot innemen, want anders ben ik ook dadelijk misschien wel one pump. Hij zit daar. Oh, let's go. Hij was one shot. Dankjewel, ik heb nu ook mijn bigpot weer terug. Ik heb weer 3 bigpots. Niks aan de hand, jongen. Oh, hoe hebben we dit overleefd, zeg. Maar om even terug te komen op mijn verhaal. Ik zou het gewoon heel erg nice vinden als het Fortnite wat dingen meer release. Zonder dat er eigenlijk echt belang voor is. En dat mensen weten wat er komt. Dat het echt een verrassingseffect lijkt. Dat lijkt mij gewoon heel erg leuk. En tuurlijk, wat er vandaag gewoon gebeurd is met dat item. Is gewoon een foutje van Fortnite of Epic Games. Dat kan gewoon gebeuren. Maar het is wel een leuk grapje. Of grapje. Een leuk foutje, zeg maar. Al vind ik het zelf. Dat is mijn mening gewoon erover. Er lijkt iemand. Ik zou hitten, bro. Kom eens hier. 49 headshot. Oh, er zitten zoveel mensen hier. Het is echt druk hier. Het wordt nu echt spitsuur in de daily bubbles. En de auto onder mij. Kijk, je ziet hem daar headglitchen. Kijk. Hij heeft al een burst. Hij kan beter aimen, want hij heeft natuurlijk een scope. Ik niet. Ik ga wel op het dak willen blijven hier, maar... Er zit ook iemand hier onder mij. Ik pak de auto weer. Voor mij is hij alles kapot aan het maken ofzo. Ik weet niet wat hij aan het doen is. Hij zit hier nog steeds beneden. Hij is hier aan het healen. Kijk. Bro, ik ga je proberen te killen. Waar zit jij? Hier beneden? Ja. Oh mijn god, hij ben nog bijna dood ook. What the heck. Deze keer allemaal nog bijna dood. Geen die mad mist. Oh, er ligt hier nog wel een rift to go. Oh, we hebben daar 2 riften. Oké, top. Dan kan ik gewoon hierboven zitten. Als iemand dan naar beneden hakt, maakt het niet zoveel uit. Snel die minis nemen. Ik hoor nog meer voetstappen. Letterlijk hieronder waar ik net iemand gekillt heb. Hij is aan het looten. Ik hoor net. Of is het? Nee, hij zit hier dan. Hallo bro. Let's go. Oh, de kroon. Lekker. Oké, ik ben wel weer weak. Wacht, pak dit ding. Snel healen, kom op. We hebben wel gewoon een kroontje van die gozer genakt. Sorry bro. Maar dat kroontje komt heel goed van pas. We kunnen hem altijd gebruiken. Oh mijn god, ik moet daar terug. Ik moet die Rift to Go eigenlijk hebben. Wacht, dit is een bot. Dit is een bot. Bro, dankjewel voor de gratis kill. Dankjewel, die nemen we mee. Dan hebben we 2 big pots en 2 Rift to Go's. Lekker. Hieronder zit iemand weer. Kijk. Oh, ik heb een paar keer goed gehit. Kom op, loop door. Ah, jammer. Bro, ik had hem een paar keer goed gegeven. Die Ranger AR goud is echt een chill wapen. Is hij daar naar binnen gegaan? Ja, daar is hij. Kijk. Dankjewel, maat. Dankjewel. Nog 3 mensen over. 9 kills in totaal. Lekker. Daar zit ook iemand. Oh, mijn 1. Dankje. 1 tegen 1. 10 kills. Wat lekker zeg, boys. Ik zit hier ook echt prima. Het is nu gewoon opwachten en opletten waar mensen zitten. Ja, kijk eens aan. Daar zat hij. Zie je wel. Hij is ook weer goed gehit hoor. Echt, ik ga misschien vaker deze AR meenemen. Moet uitkijken, want hij schoot net met een heavy sniper volgens mij. Maar dat weet ik niet zeker. Kijk, is hij niet daar? Weer 33. Nu ben ik een beetje scheef. Hé, en voetstappen onder me. Oké, er zit iemand onder mij en iemand voor me. Oké, maar dat komt dadelijk wel. Dat komt goed.
Eerst deze kerel proberen te killen. Dan deze boom. Hij is gewoon mis. Kom op, knal die boom weg. Ja. Oh, hij is cracked. Hij is cracked. Hij moet sowieso ook gaan lopen dadelijk. Knal die boom weg. Let op. Oh, hij impulst. Hij is one shot. Lekker, lekker, lekker. Oh, hij had ook een kroontje. Jammer, panda. Jammer van je kroon, bro. 1 tegen 1. En die guy zit ergens onder mij. Want ik hoorde er net voetstappen onder me. Maar waar moet hij zitten dan? Hier, je ziet die voetstappen, maar... Waar? Huh? Ah, hij komt daar omhoog. Kijk, 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 kijk. Hij loopt daar omhoog. Kijk, kijk, kijk. Oh mijn god. Hallo, bro. Ja, ren maar weg. Let's go. Let's go, jongens. Oh mijn god, wat een lekker potje hebben we er nog bij weten te halen, jongen. Oh mijn god. We begonnen deze video natuurlijk met een klein foutje die Fortnite gemaakt heeft. Wat natuurlijk altijd kan gebeuren. We hebben er een lekker potje van gemaakt. Vond je deze video leuk? Laat dan even een blij duimpje omhoog achter als je dat nog niet gedaan. Ben je nog niet geabonneerd? Abonneer dan eventjes. En join mijn Discord wat via de beschrijving kan hier beneden. Doe dat eventjes. En dan hoop ik jullie morgen gewoon weer te gaan zien bij een nieuwe video. Dus vergeet niet te abonneren. En tot dan, jongens en meisjes. Later!